Welkom bij de podcast De Verliescirkel. Ik ben Hanneke Fiddelaars van Expertisecentrum Omgaan met Verlies. En samen met Riet Fiddelaars Jaspers maak ik deze serie. We voeren gesprekken en interviews over verlies op vele gebieden van het leven. In deze aflevering gaat Riet in gesprek met rouw- en traumatherapeut Gwen Timmer. Ze kennen elkaar al vele jaren en hebben regelmatig samengewerkt. Gwen werkt in haar praktijk vooral als supervisor en coach met mensen die met mensen werken. Daarnaast geeft ze trainingen rond trauma en werkt ze met opstellingen. Riet praat met Gwen over haar visie op trauma en het werken met mensen met trauma. Ik ben vandaag bij Gwen Timmer en ik vind het heel fijn, Gwen, dat wij met elkaar in gesprek kunnen over jouw werk. Wat ik zeer bewonder en wat ik ook vaak gezien heb, bij geweest ben. En als ik nou aan jou vraag, wat is de kern van jouw werk? Wat is het belangrijkste wat je doet op dit moment? Ik denk dat de kern van wat ik probeer te doen eigenlijk altijd gaat over dat we in de richting van heling gaan. Omdat, en dat zeg ik ook vaak, ik werk met trauma, omdat de schade van trauma veel erger is dan het trauma zelf. Dus de na-effecten en de schade in hoe mensen zich voelen, gedragen, de wereld om zich heen zien. En vroeger was ik meer bezig met dat we dat gingen voelen of onderkennen, dat moet ook. Maar op het ogenblik denk ik dat de kern veel meer is. Hoe leven we daar voorbij? Hoe komen we weer naar waar het open is, heler is. We meer in verbinding en in liefde staan. Dus de richting van mijn werk, denk ik, is wel duidelijk veranderd in de laatste jaren. Volgens mij heette een van jouw trainingen ook in wezen. Ben je heel gebleven? Ja. Is dat ook de richting dat je weer naar die heelheid toe gaat werken? Ja, het is wel boeiend, want die heb ik al heel erg lang geleden geschreven. De eerste, inmiddels evolueert die voortdurend, die training. En dat had het diepe geloof dat ik wist, ondanks alle beschadigingen en alle overlevingsstrategieën waarmee we onszelf afdekken, is er een stuk wat in wezen heel is gebleven. Dat heb ik altijd gevoeld en geloofd. En het is ook zo. Maar ik heb lang gedacht dat ik dan eerst door al die lagen heen moet die daar omheen zitten om daar ergens bij te komen. En wat ik denk wat echt veranderd is de laatste jaren, is dat ik heel veel van die, wat we eromheen bouwen, gewoon maar skip. Of oversla en kijk of we eerder contact kunnen hebben met dat stuk wat in wezen heel is gebleven. Want dat is er absoluut. Geen omtrekkende bewegingen meer, maar veel minder. Veel minder. Ja. Ja. En hoe ben je tot dat inzicht gekomen? Om het rechtstreeks er te gaan doen? Door heel veel te verdwalen, zou ik bijna zeggen. Ja. Door heel vaak te merken hoe mensen in het pad naar wat is er nou met mij gebeurd of hoe heeft het zich in mij vastgezet, blijven hangen of blijven verdwalen. We blijven zo vaak overweldigd worden eigenlijk door ons eigen ongeluk of pijn. Of wat er met ons is gebeurd. En dat helpt niet. Bedoel je dat we dan blijven vasthouden aan het verhaal wat we daarover hebben? En dat doet iets met ons lijf en dan leven we dat. Ja. En steeds meer, vroeger dacht ik meer van oké, dan ga je het voelen en dan ga je dat verwerken of helen. En dat is ook absoluut ook zo. Maar tegelijkertijd heb ik gemerkt dat mensen daar ook aan vasthouden. Het is als het ware, daaromheen is hun identiteit gegroeid.
En alsof dat ook een stuk is wat ze willen blijven leven, omdat ze zo geleerd hebben te leven. En dat is, je kan het zeggen, overlevingsstrategie, maar het heeft ook veel te maken met hoe je je eigen identiteit daar omheen hebt, om die wond heen hebt gebouwd. En als mensen op zoek gaan naar de beschadigingen en de pijn, dan kan het wel gebeuren dat ze daar ook door overweldigd worden en dan eigenlijk de pijn niet echt voelen, maar overweldigd worden over hoeveel pijn er was. Ja. En dat helpt niet. Nee. Dat dus is een herhaling. Dus eigenlijk is het een paradoxale beweging. Aan de ene kant helpt mij om te helen, aan de andere kant het vasthouden aan wat je rondom die wond, je identiteit die je rondom die wond heen hebt gebouwd. Ja. En dat is dat is een stevig stuk. Mm-hmm. Dat is ook een taai stuk, zou ik willen zeggen. Waar mensen ook bang zijn als ze dat loslaten, dat ze dan in diepe ontreddering terechtkomen. Mm-hmm. En ooit was dat natuurlijk zo. Ooit was de ontreddering en de pijn en de veel te groot om te kunnen dragen. En was het veel te groot om te kunnen verwerken. Mm-hmm. Of in je zenuwstelsel of in je besef was je veel te klein. Of was het rondom, was het ooit zo. Mm-hmm. Alleen wat ik heb gemerkt is dat juist dat stuk waar mensen proberen om te kijken van hoe ben ik omgegaan met die pijn. Het is moeilijk uit te leggen. Dat ze daarin juist in een herhaling en een vastlopen terechtkomen. En dan vertellen hoe pijnlijk het was. Of huilen over wat er met hen gebeurd is. Maar niet werkelijk tot de diepte doordringen van wie was ik in wezen? Wat heeft het met mij gedaan? En stel je voor dat ik ook besef dat ik ook heel ben gebleven daarin. Mm-hmm. Dat ik ook die hele structuur eromheen juist heb opgebouwd om heel te blijven. Dus je hebt dat hele kwetsbare stukje in jezelf beschermd. Ja, zeker. Ja. Ja. Zeker. Nu zei je net iets boeiends wat ik misschien nog niet helemaal kon pakken. Je zei van mensen worden soms overweldigd door hun emoties als ze aan het werk zijn. Maar dat is nog iets anders dan de werkelijke pijn voelen. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, als je erbij bent, kan je het eigenlijk heel vaak goed voelen. Het huilen we omdat er zoveel met ons gebeurd is. Huilen we of omdat we ergens gaan beseffen wat er, hoe alleen we waren of hoe kwetsbaar of hoe slecht we behandeld zijn. Of huil je wezenlijk in contact met dat deel wat het beleefd heeft. Mm-hmm. Dus soms Dat je werkelijk in contact komt dat er een deel van jou dit nog steeds kan voelen. Dat er een deel van jou nog steeds zit te wachten eigenlijk. Dat je het kan voelen. En dan helpt het niet dat we om dat deel huilen. Dan helpt het dat je zegt, oh ja, ik voel je. En wat is het pijnlijk voor ons geweest? En dat je dat kan toestaan. En dan val je eigenlijk ook samen met het stuk van jou wat de pijn heeft meegemaakt. In plaats dat je huilt of... Het lijkt als je huilt om dat je een afstand blijft houden. Ja. Dat je eigenlijk aan het kijken bent naar. Terwijl bij die andere, je wezenlijk een verbinding maakt en wezenlijk kan voelen, dit ben ik. Mm-hmm. En in dit ben ik en dit is een deel van mij. En ontstaat eigenlijk tegelijkertijd veel meer een helende beweging. Een beweging van minder afgesloten zijn, meer het je eigen maken, het je toe-eigenen. Mm-hmm.
En het is, ik merk ook, het is best moeilijk om het precies te goed te verwoorden. Maar als je erbij staat, dan kun je het heel vaak voelen. Dus soms is het wat we traumahuilen noemen. Ja. Wat je ook bij baby's ziet, dat ze huilen en huilen en ze zijn ontroostbaar. Of mensen zeggen, het is zo erg, ik was zo alleen. En ik merk aan mezelf dan vaak dat ik denk, word ik nu echt geraakt of niet? Maar als er wezenlijk een soort echte verbinding komt, met dat je kan voelen, dit heb ik meegemaakt. Ik kan voelen hoe alleen ik was, of ik kan voelen hoe het voor mij was, wordt het vaak in dezelfde beweging zachter. Omdat de volwassene, voor zover je dat zo kan noemen, contact maakt met het stuk wat zo pijnlijk is geweest. Ja. Eigenlijk zeg je nu, als ik het goed begrijp, van ik zet mijn eigen lijf ook in. Ik moet het zelf voelen wat daar gebeurt. Ik vertrouw mijn eigen lijf inmiddels op dat ik voel, kloppen deze tranen of zijn het traumatranen? Ja. En als ze kloppen, en dat kan je ook altijd heel goed voelen met kinderen die huilen. Als ze echt op een gegeven moment huilen omdat ze getroost willen worden of voelen hoeveel pijn ze hebben of voelen hoe verdrietig, dan ontstaat er eigenlijk altijd een kalmerende, een troostende, insluitende beweging. Mm-hmm. En die voel ik met mijn eigen lijf. Ja. En ik ben, misschien is dat het ook meer gaan vertrouwen op dat wat als ik dat voel, dat klopt. Mm-hmm. In ieder geval klopt het voor mij. Ja. Soms zeg ik het en klopt het voor iemand anders niet. Dat zou kunnen, maar als ik echt voel, dit zijn de tranen die helen, of dit is waar je echt gaat voelen, dit klopt, hier maak ik een... Dan resoneer je eigenlijk op die... Dan is er resonantie. Ja, dat is resonantie. Ja. Dus ik resoneer als begeleider. Ja, net zoveel, alleen op een andere laag. Ik ben geen resonant. Mm-hmm. Maar ik resoneer wel op of het klopt of niet. En daar gebruik ik mijn lijf. Ja, en dat is veel meer dan vroeger. Mm-hmm. Ja, dat klopt. We waren straks tijdens de lunch al aan het praten. En toen zei je van, je moet ook veel weten als je dit werk doet. Mm-hmm. En tegelijkertijd moet je ook uit je hoofd blijven. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Nou, veel weten en begrijpen van hoe werkt het met de ordening, hoe werkt het met de hechting, hoe werkt het met het trauma van identiteit en de trauma's rondom liefde en seksualiteit. Dat moet je ook begrijpen en weten en snappen hoe het werkt en hoe het in elkaar zit. Dat is net zo als we, zoals we allemaal ooit in het klassieke systemische werk opgeleid zijn, dat je kunt zien, is de balans van geven en nemen verstoord? Zit iemand uit de ordening of in de plek? Het hellingen. Ja, het hellingenwerk. Ja, en dat moet je op een bepaalde manier begrijpen en leren en snappen hoe het werkt. En ik ben heel erg voor dat je dat, ja, wat we psycho-educatie noemen, dat je dat ook onderbouwt en dat je het kan zien en erkennen, maar ook snapt wat je ziet. Mm-hmm. Dat is de ene beweging. Veel in je hoofd zitten, voor mijzelf, is dat eigenlijk meer een overlevingsstrategie. Dat ik het wil begrijpen en snappen en dat ik wil begrijpen wat ik zie en dat ik soms ook wil uitleggen wat er aan de hand is. En ik merk als ik daarin zit, dat het eigenlijk zelden werkt. Mm-hmm. Dus het is weten en ook dat in de back office, zou je zo kunnen zeggen. En vanuit dat weten veel intuïtiever kunnen voelen wat er nodig is. Ja. Ja, het is weten en het begrijpen. Het heeft ook met inzicht te maken dat je vaak ziet wat er gebeurt en het begrijpt. Mm-hmm. Maar dat je dat niet vertaalt naar tekst of dit is wat er is of ik zie dat, wat soms kan gebeuren. Maar veel meer
van binnen ook in het lijf snapt. Ja, dat is eigenlijk ook de resonantie, dat je eigenlijk ook van binnenuit snapt, wat zie ik nou, wat gebeurt er nou, waar zit iemand nou? Dus iemand kan bijvoorbeeld heel erg overstuur raken. En heel vaak merk ik dan dat ik ook probeer te begrijpen van wat zie ik nou, waar gaat het nou over, wat is hier nou aan de hand, wat is hier zichtbaar. Waar gaat dit overstuur over? Dat is een heel stuk wat je zou kunnen zeggen, dat is het denken en begrijpen. Maar het is niet de bedoeling dat ik dat dan vervolgens verwoord en zeg. Mm-hmm. Want dan mis ik die laag dat ik ergens snap waar ze zit. Dat ik het ook voel waar ze zit, als het een zij is. En dan komt er soms iets heel anders tevoorschijn. Mm-hmm. Dan komt er soms een vraag uit een heel ander soort bewustzijn. Of er komt helemaal geen vraag. Mm-hmm. Dan zeg ik, nou, het is misschien goed dat je hier even bij blijft. Je luistert naar de podcast De Verliescirkel. Vandaag is Riet in gesprek met rouw- en traumatherapeut Gwen Timmer. Frans Roberts, als je hem noemt, zei zelf ooit in het begin... toen ze vroegen, wat doe jij en wat doet Hellinger en allemaal. Van, we werken aan een soort van kilt, een lappendeken. Uh-huh. En iedereen maakt zijn eigen stukje. En uiteindelijk vormen we samen daarmee een lappendeken die één geheel is. En dat is wat ik heel erg heb onthouden en mij aanspreekt. Dus en waarin we ook leren van elkaar. Dan leren we. Ja. En dat is denk ik wat je ook moet blijven doen. Dan leer je niet de methode, hoewel je die hele methode, met name IOPT, vind ik echt behoorlijk ingewikkeld om goed te leren. Daar moet je echt vlieguren voor maken. Maar dan kan je voelen dat in elke stukje van de lappendeken iets zit wat eigenlijk samenwerkt met de andere stukken. Mm-hmm. Dus dat meer geïntegreerd... eclectisch noemen sommige mensen. Ja. Dat is waar ik van hou. Dus ik vind in de theorie en het werk van Roepart heel veel terug van wat we in het werk van Hellinger hebben geleerd over verstoring van de orde. Weet je, de principes van... de principes van orde en plek en geven insluiten. En nemen, insluiten. En het is ongelooflijk behulpzaam om dat te snappen. Maar het is een deel van de kilt. Mm-hmm. En het werk van Roepart, wat heel erg, wat ik al heel lang volg, en die heeft ook zich heel erg ontwikkeld. Ja. En eigenlijk is hij nu op een punt dat hij misschien wel een beetje klaar is met dit stuk, waar hij veel meer heeft onderzocht hoe het nou toch kan dat we in opstellingen, hè, we zijn ook met klassieke opstellingen begonnen, allemaal patronen blijken te herhalen die van onze ouders in ons zitten. Dus je stelt iemand op als je moeder en je moeder voelt iets dat ze nooit kan voelen, maar dat voelt ze via degene die de vraag stelt. En hij heeft echt het trauma van wat het doet op je identiteit heel erg uitgewerkt. Dus wat hij vroeger hechtingstrauma noemde, is die gaan noemen dat is een trauma van dat je je eigen identiteit ontwikkelt in relatie tot het trauma van je ouders. Ja. En dat is nog een mooi stuk, maar ik ben ook beïnvloed door Levine, door Somatic Experience en noem maar op. Ja, dus wat doe ik? Dus dat wilde ik net vragen, ja. Een ander stukje van de kilt. En toen dacht ik aan Somatic Experience, want ik weet dat je daar ook veel gedaan hebt. Wat heeft dat nu toegevoegd aan jouw stuk van de kilt? Wat ik eigenlijk vooral fijn vind is van allemaal een beetje te nemen en dat dan samen te voegen. Mm-hmm. Tot iets wat op dat moment werkt. En het prachtige van Somatic Experience is dat het veel en veel en veel meer luistert en kijkt naar wat het lijf aangeeft. En dat het lijf, het lichaam, eigenlijk altijd
in de richting van heling wil werken. Ook als het gaat trillen of verkrampen of verstarren. En dat je daar veel en veel meer naar luistert. Wat is de somatische ervaring van het lijf? De wijsheid van het lijf eigenlijk. Ja. Omdat trauma, en dat weten we natuurlijk inmiddels van trauma, opgeslagen ligt in het lichaam, in de patronen van het lichaam, in de krampen, in de verstarringen, in de, waar het lichaam eigenlijk het opslaat. Ja. Want als, daar had ik misschien mee moeten beginnen, maar als ik aan jou vraag van, als jij moet omschrijven wat trauma is, hoe zou je dat dan omschrijven? Ja, ik denk dat trauma een soort van inslag is. Een soort van césuur in iets wat in balans is. Een mens, een lijf, een psyche. En dat die inslag of die insnijding te maken kan hebben met geweld, grensoverschrijding, maar in ieder geval met iets wat wij op dat moment niet met onze gezonde hulpbronnen, onze gezonde manier van hoe we omgaan, hoe we respons geven, kunnen verwerken. En dat we vervolgens van alles gaan doen om rondom die wond te zorgen dat die wond zich dicht. En in plaats van dat hij zich heelt, gaan we hem dichten. En dan zou je kunnen zeggen, dan zijn de effecten van trauma, dus wat is trauma? Trauma is niet alleen de inslag, trauma is ook hoe we vervolgens proberen dat dit niet meer gebeurt, dat we er geen last van hebben, dat we deze pijn nooit meer zullen ervaren. En je kan zeggen dat is een overlevingsstrategie, maar in mijn optiek is dat eigenlijk wat de effecten van trauma zijn. We hebben het nu over COVID en long-COVID. Nou, dit is long-trauma, zou je kunnen zeggen. Je dekt het toe. Je dekt het toe, je wil die pijn nooit meer ervaren. Je, kan geen lucht meer bij. Kan geen lucht meer bij. Er kan geen aandacht meer bij. Nee. En dan wordt het een dikke streng eigenlijk. Die alsmaar blijft kloppen en alsmaar aandacht blijft vragen in plaats van dat hij heelt. En daar verhouden mensen zich dan toe. Ja. En dat vind ik ook de schade. En ik heb wel vaak gehoord dat de impact van trauma heel erg vergroot of verkleind wordt door hoe de omgeving erop reageert en de omgeving ermee omgaat. Dus je zou kunnen zeggen, als er iets heel heftigs gebeurt met een kind of met een mens en hij wordt daarin getroost en gesteund en kan rillen en trillen en het verwerken, dan kan de impact langzaam maar zeker weg ebben. Ja. Dat er niet alleen mee staan. Dat je niet alleen mee staat. Ja. En wat het ingewikkelde is met jonge kinderen, is dat de stressor vaak komt van degene die ook dat troosten en insluiten moet doen. En dat is een, ja, je zou kunnen zeggen, een duivels dilemma. Ja. Ja, en bovendien ook als een kind bijvoorbeeld met incest te maken heeft van een vader. Dat is de ene stressor, hè? Ja. En dat de ander toekijkt, of het in ieder geval oogluikend of zich afwendt, waardoor je ook daar alleen gelaten wordt. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, wat is nou eigenlijk het trauma? Ja. Nou, natuurlijk kan je zeggen dat is de seksuele grensoverschrijding. Ja. Maar als je er omheen kijkt, dan is het op veel meer vlakken een trauma. Ja. Namelijk dat degene die je moet beschermen, je niet beschermen, ook de grensoverschrijdend is. Dat degene die je moet troosten, ook degene is die wegkijkt. En dan krijg je precies dat wat ik bedoel. Dan wordt het een soort dikke littekenweefsel waar je zelf voor gaat zorgen dat het
minder pijnlijk wordt. Dat je die pijn niet krijgt, dat je het vermijdt. Nou, dat scala van overlevingsstrategie is heel groot. Ja. En dan is het trauma veel erger. Dus het emotionele, de emotionele pijn, of iemand noemde dat wel eens, soms is het emotionele incest. Ja. Die is veel diffuser bijna. Het is een beetje, weet je, dat er mist is en daarna is alles nat. Mm-hmm. En je hebt geen regen gehad. Die is veel diffuser. Ja, ja. Maar snijdt enorm diep. Ja. 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 En dan komen er diepe overtuigingen dat je alleen staat, dat je niks waard bent, dat je jezelf moet beschermen, dat je er niet toe doet. Nou, dat zijn die overtuigingen die heel vaak naar trauma wijzen. Als mensen het daarover hebben, ja, dan zou je kunnen zeggen, hé, dat is boeiend. Ja. Nou, weer terug naar de kilt. Ik vind het een mooi beeld. Ja. He, een belangrijk aspect was het werk van Hellinger. Je hebt het werk van Rupert genoemd, ja, waar je al heel lang mee werkt en waar je ook veel samen met hem gedaan hebt. Hè? De invloed en de inspiratie van Peter Levine, hè, met Somatic Experience. Dat maakt het werk ook overigens zo boeiend, hè, dat er steeds dingen, dat je steeds weer geïnspireerd wordt door mensen. En de laatste tijd is, en ik weet dat jij er al veel langer mee bezig bent dan, bij wijze van spreken, de hype die er nu rondomheen is, is de polyvagaaltheorie. Ja. Voegt dat voor jou, die theorie van Porges, die door Deb Dana zo, zo mooi praktisch neergezet wordt, voegt dat voor jou nog wat toe bij de opstellingen? Nou, eigenlijk of bij een traumawerk? Ja, zeker. Heel veel. Je luistert naar de podcast De Verliescirkel. Vandaag is Riet in gesprek met rouw- en traumatherapeut Gwen Timmer. Wat het ontzettende toevoeging is van het werk van Porges bijvoorbeeld, wat door Deb Dana goed vertaald wordt, omdat die boeken best... Die zijn leesbaar. Ja, dat vraagt wel wat. Ja. Is dat je, het is een ander stukje van de kilt, dat je kan voelen hoe ons lijf alsmaar aangeeft in welke staat we zijn. En nog meer dan met somatic experience, dus dat is een hele goede aanvulling, kan je nog meer vertrouwen wat het lijf laat zien, dat het eigenlijke verhaal is. En dat je daar niet in moet geloven, dat je denkt, zo is het, maar dat je wel kan voelen, dit laat het zien, en wat laat het nu eigenlijk zien? Mm-hmm. En daar, ik heb ooit zo'n workshop gemaakt, die heet Luister met je ogen. Die heel erg ging over dat je gewoon niet, dat je niet luistert naar wat iemand vertelt, want daar zit heel veel verhaal, en, maar dat je met je ogen kijkt wat het lijf eigenlijk laat zien. En dan zie je ontzettend veel. En ten diepste, toen ik die workshop maakte, begreep ik het nog niet helemaal hoe essentieel dat verhaal eigenlijk is. Want wat de polyvagaal theorie, de hiërarchie, ons leert is hoe we als het ware alsmaar onszelf in een bepaalde staat brengen, waardoor we eigenlijk onszelf alsmaar weer in de staat van het trauma brengen. Ja. Dat snapte ik vroeger nog niet, maar dat begrijp ik nu veel en veel beter. En dan is het lijf de eigen vijand. Ja. Dan zei ik van hoe we in plaats van in verbinding gaan, naar bescherming gaan, omdat ons lijf alles inzet om onszelf te beschermen. Ja. En hoe we dat dan vervolgens gaan geloven. Ja. Dat is een van de dingen die ik heel vaak zeg, ook tijdens opstellingen. Ja, dit is wat je ziet, maar geloof je het? Mm-hmm. Geloof je dat het waar is? Geloof je dat het echt zo is? Ja. Dus het vraagt, dat is ook je eerste vraag, van waar zit in wezen de heling? Het vraagt dat je ook, ik zeg vaak, ja, ergens iets is in je hogere bewustzijn, dat bedoel ik niet per se het spirituele bewustzijn, maar dat waarneemt, waar zit ik nu? Mm-hmm. Geloof ik dit?
Als ik zo woedend word of zo overstuur of zo afgesloten. Dat er iets in jou zegt, stel je voor dat het niet waar is waar je nu zit, maar dat dit een manier is van protectie. Of dat dit een manier is die je bent gaan geloven. En dat iets waarnemen, dat stuk, en dat noemen we soms de volwassenen of de gezonde, de ventrale. Daar ben ik steeds meer naar op zoek. En hoe kom ik dan, om met Deb Dena te spreken, hoe kom ik dan weer terug? Het is niet zo dat we nooit in dat stuk terechtkomen. We zijn allemaal mensen en we kunnen boos en woedend worden. En we kunnen ons terugtrekken, maar hoe leer je... Het is niet zo dat je het punt dat je erin gaat, maar hoe kom je weer terug naar die sociale verbinding, sociale betrokkenheid, om dat te leren. En het begint in mijn... zoals ik het nu in ieder geval... Het zou best kunnen dat ik over 2 jaar weer wat anders bedenk. Maar het begint met waarnemen dat je daar zit. Mm-hmm. En het niet geloven. Ooit was het zo. Ooit, mijn lijf laat mij nu zien hoe het ooit voor mij was. Ja. Hoe ik het ooit heb gedaan. En dat je dan onderscheid maakt, dat je weet, dan breng ik mezelf in een staat van bevriezing. Maar in het hier en nu is het anders. Mm-hmm. En die, dat bewustzijn, dat is essentieel. En het is vaak heel ingewikkeld, omdat als je in zo'n staat gevangen zit, dan geloof je het. Ja. Als therapeut kan je wel... voor jezelf, zeg maar, onderzoeken hoe ben ik veilig. Voor de ander bedoel je? Hoe ben ik veilig voor de ander? Voor de ander, in die zin, bijvoorbeeld dat ik voel, ben ik er helemaal of ben ik afgedwaald? Ben ik eigenlijk geïrriteerd? Denk ik eigenlijk... ik zou willen dat het wat sneller ging of wat dan ook. Dat zijn allemaal signalen die je bij jezelf kan waarmaken, die maken dat je niet veilig bent. Mm-hmm. Dus veiligheid kan je voor jezelf creëren, maar ik kan nooit tegen iemand zeggen, ik ben veilig. Ja, weet ik veel. Dat weet ik niet. Nee. Waarom zou iemand dat geloven? Het scannen op veiligheid komt heel vaak voort uit... dat je de onveiligheid kent. En dan krijg je gekke criteria over veiligheid. Mm-hmm. En veilig is iemand die als therapeut zijn of haar eigen vrede, onvrede, et cetera, neemt. Waar je niet voor hoeft te zorgen, waarvan je kan denken, nou, die kan het wel hebben. Mm-hmm. Dat is veilig. Ja. Lijkt me mooi om... daarmee af te sluiten, hoewel ik het gevoel heb dat we er nog heel lang over door kunnen praten. Dankjewel, Gwen. Gwen, ik vraag altijd zo aan het einde van een gesprek of je enkele regels hebt of een gedicht dat je met ons wilt delen. Mm-hmm. Heb je dat? Ja. Ik heb een aantal gedichten dicht bij me en die komen allemaal van de 50ers uit de vorige eeuw. Mm-hmm. En ik besefte vaak dat ik... toen ik van poëzie ging houden, dat de gedichten waren waar ik het eerst toegang toe had. Ja. En een van de gedichten die al lang bij me is, dus van Ellen Warmond. En dat heet Recept. Leg op de woorden, gevaarlijk en zinloos, bij avond verzachtende lippen. Leg over gedachten die sneuvelden in het gevecht met de daad, koele lakens... verleden tijd. Bedenk, boetseer een nieuw denkbeeld dat dwazer en sterker is. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Elke maand komt er een nieuwe aflevering van de Verliescirkel online. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast.